bij Golgotha voert door de nauwe straten van Jeruzalem. Daar is een gewoel en gekrioel van mensen. Mannen en vrouwen verdringen zich om een glimp van Jezus op te vangen. Buiten de poort wordt de weg steiler en slechter begaanbaar. Laten wij hem volgen. De kruisweg van Jezus berust op een heel oude traditie. Reeds vanaf de 4e eeuw volgen pelgrims in Jeruzalem de laatste gang van Jezus. In onze huidige christelijke traditie kennen we 14 kruiswegstaties. Stap voor stap met Jezus meetrekken. En niet alleen om het lijden van Jezus 2000 jaar geleden levend te houden, maar om ook in ons leven nu bij de pijn en het verdriet in onze wereld stil te staan. Beelden die u daar kunt zien, die daarbij aansluiten. En de eerste twee kruiswegstaties hebben we al afgelegd.
derde kruiswegstatie. Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis. Vierde kruiswegstatie. Jezus ontmoet zijn moeder. Vijfde kruiswegstatie. Simon van Cyrene deelt de last met Jezus. We luisteren naar het verhaal van de werkgroep Spitak Linnen, die een stedenband onderhoudt met Spitak in Armenië. Simon van Cyrene wilde alleen maar kijken. Hij wilde zien wat er met Jezus ging gebeuren. Hij was een toeschouwer. Maar dat bleef hij niet, want hij werd gedwongen om het kruis van Jezus mee te helpen dragen. En wij zijn hier vanavond ook toeschouwers. Wij zijn mensen aan de kant van de weg. Maar we kunnen ervoor kiezen of we wel of niet de last van het kruis van een ander helpen dragen. Zijn wij bereid om de last van anderen te delen? Willen we solidair zijn met bijvoorbeeld mensen in Syrië, Afghanistan, Palestina, in Armenië? Wat zouden wij doen als toeschouwers aan de kant van de weg? En als er iets afschuwelijks voor onze eigen ogen plaatsvindt? Zesde kruiswegstatie. Veronica droogt Jezus' gezicht af. En we luisteren naar het verhaal van de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Linnen, die zich inzet voor onderwijsprojecten in Burkina Faso. Veronica stapt uit de menigte naar voren om het geschonden gezicht van Jezus af te vegen. Een daad van liefde en zorg. In Burkina Faso, in Afrika, en ook hier in Nederland, stappen er gelukkig ook mensen uit de menigte die zich het lot aantrekken van hen die gebukt gaan onder armoede en gebrek aan onderwijs. Gelukkig zijn er ook hier mensen zoals Veronica, die zo dapper zijn om de anderen een doek aan te reiken. Herkennen wij de Veronica's onder ons? Zevende kruiswegstatie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. We luisteren naar het verhaal van de wereldwinkel Limmer, die zich inzet voor zuivere producten. Jezus valt weer onder de zware last van het kruis. Het beeld van vallen is sinds de tijd van Jezus nooit weg geweest. Maar kijk, de kruisdrager, hij krabbelt weer op. Kijk en luister naar de honderdduizenden mensen van het zuiden. Hoe zij het land bewerken en verbouwen. Hoe zij producten maken met hart en ziel. Wereldwinkels in Nederland zorgen ervoor dat deze producten van kleine coöperaties uit ontwikkelingslanden hier rechtstreeks verkocht worden. Dat alles voor een eerlijke en goede prijs. Helpen wij hen ook weer opstaan? Achtste kruiswegstatie. Jezus troost de vrouwen van Jeruzalem. Negende kruiswegstatie. Jezus valt voor de derde keer onder het kruis.
De volgende 5 kruiswegstaties, daar zullen we in de kerk bij stilstaan.